vind dat je moet weten van waar ik over praat. Ja. En ik praat vaak in zeiltermen. Nou, we hebben een linker- en een rechterkant aan boord. Dat denk je gewoon van. Aan stuurboord. Ja. We praten dus over stuurboord, we praten over bakboord. En zodra de wind een rol gaat spelen, praten we ook nog over de loef en de lijk. Ook over een kraanlijn of een dirk. Dat is een lijn die eigenlijk aan de achterkant van de giek vastmaakt. Zoals hij nu ligt. De koers. In de wind kan ik bij die zeilen. Als de wind van de zijkant binnenkomt, bij een halve wind. Als de wind van achter binnenkomt, heet het logisch. Voor de wind. Voor de wind. Schuin van achter. Tussen half en voor de wind. Dus ruime wind. En de koers die je vaart als je richting wind moet, heet aan de wind. Belangrijke koers te varen, in de wind kunnen we niet zeilen, aan de wind. Zijn de schoten aangetrokken en zeil je zo optimaal mogelijk langs de wind. Halve wind komt die zijwaarts in, ruime wind schuin van achteren en voor de wind. En dan zeg ik 4 koersen, maar het zijn er eigenlijk 8. Eigenlijk wil ik dat je voelt wat er met de voet gebeurt. I am Jeremiah Dixon. I am a Jody boy. Last one in the lane. Veel makkelijker. Een beterbak. Ik laat hem erop. Is measured up by my own hand. It was my fate from birth. Make my mark on the earth. Calls me Charlie Mason, the stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. Wat? Want ik zei, jij bent verantwoordelijk. Ja, maar ik ben al half weg toen hij... Ja, maar je hebt dat je niet luistert. Dat je dingen veel sneller doet dan ik wil. Ja, dat doet hij nou gewoon met de camera. Dus. Goed zo, dit is een koers. Kun je zeggen welke koers zegt? We are sailing to Philadelphia, a world away from the cold and tired. Sailing to Philadelphia, draw the line, Dixon's line. Altijd corrigeren. Dit draait een standaard minimaal 20. Dus niet. Ja, vanuit. Ik heb weinig druk op zit. Het is ook. Wat je voor de wind druk voel je pas als je dwars komt. You talk of liberty. How can America be free? The Woody and the Baker's boy in the forest of the Illinois. Staat bijna stil, dan mag ik ook gefaseerd onderwijs. Jij denkt bijna aan het roeien als. Weer een beetje te schrikken. Nou, leuk. Nou, als een koersverandering is. Stond hier. Niet te voortvarend hoor. Nee. Kijk, het is bijna nog op dezelfde lijn, dus het gaat meer om het principe: hou je zeil in de gaten en pas aan waar nodig. Gaan we daar dan weer rechtsaf? Rechtsaf. Naar de stuur. Dus uiteindelijk gaan we daar aan de wind varen. Kom je in een vrij smal vaarwater. Thank you.
mijn vraag was, hoe scherp vraag ik nou werkelijk aan de wind? 45 graden. Ja, dat is dus eigenlijk ruim. Aanwind. 2 keer 45 graden. Dan noemen we de doodhoek. Dan kan je niet in zeilen. Dan zit je te vlammen. Deze boot is, heb je misschien een hoek van 100 graden. Dan heb je een scherpe jacht en een hoek van 80 graden. En er zijn ook boten die kunnen nog hoger aan de wind varen. De theorie is 90 graden. Doodhoek kan niet zijn. Dus met opkruisen noemen we dat, of laveren. Als je tegen de wind in moet zeilen, dan vaar je van aardewind. Ja. Wat zou jij doen? Ik zou ruim een bocht nemen. Ja, ik ook. Ik zou dit heel laag langs de wal aanzeilen en dan op een gegeven moment zodra je, ja, dat leer je wel, maar weet je, waar die eend dan zit, dan voel je wel dat je er wel op kunt kruisen. Maar dit is een heel lastig stukje zeilen, het eerste stukje, dus daar kom je wel achter. Ja, dit is mooi, hè? Dit is mooi. Oh, we zitten vast. De voorluik van de fok. En ik mag best even testen dat als je te ver gaat, ga maar iets te ver. Ga maar kijken, dan zie je. Ja. Je voelt hem al recht vallen. En dan weet je, dit is de goede koers. Dit is goed. Maar de koers, in theorie, kan je het dan een vaste lijn varen. Kijk, je laat hem nu heel erg oploepen. Ja, ik probeer dat ding in vast te zetten. Als de wind vanuit één richting komt, dan zou je gelijk hebben dat je een vaste koers hebt. Maar die wind die komt natuurlijk nooit uit één richting. Nee. Die doet dit. Ja, die dus jij moet ook altijd dit doen, optimaal. Toch een beetje. En dat was, je voelde dat het heel goed, hè? Dat op het moment dat die recht valt, dan gaat de druk eruit. En dan weet je ook, gaat te ver. Dit is lekker open, dus je hebt hier geen last van, niet te veel last van bomen. En tussendoor is het tijd om te genieten. Zo, die lens. Klaar om te wenden, Ray. Genoeg, juist genoeg. Overpakken, overpakken, achter je vandaan halen. En daar. Ik ben heen die fiets gaan filmen. Beetje lichaam sturen. Opgaven, twee handen naar je schoot. En nu en trekken, kom op. Hup. En daar komt hij, en laat los. Ja, pas op jou, dat heb je daar aan. Nou, dat was het einde van de zeilmiddag. Fantastische middag gehad. Ik heb veel in het buitenland gezeild en daar komen als je je boot terugbrengt, duiven ze.